Hoofdstuk 40. Evelien tuurde over de rand van de kajak terwijl ze de laatste meters naar de oever gleden. Het water was helder en leek hoogstens 20 centimeter diep. Maar de afgelopen 5 dagen hadden haar geleerd niet op haar eerste inschatting te vertrouwen. De 3e dag ging ze er ook van uit dat het water onder de kajak ondiep was. En bleek ze, toen ze uit de boot gestapt was, ineens tot haar middel in het water te staan, nadat ze doornat weer overeind gekrabbeld was. Ze had nog geluk gehad dat ze niet helemaal kopje onderging. Naast een extra groot vuur had ze die avond haar kleren moeten drogen. Sinds de eerste ontmoeting met een roedel hongerige wolven deden ze het altijd, een flink vuur maken en de hele nacht laten branden. Ze hield ook om de beurt de wacht. Dat betekende dat ze korter sliepen, maar ze konden in elk geval rustig hun ogen sluiten. Ze wisten immers dat de ander oplette dat het vuur niet uit zou gaan. En of het nu door het vuur kwam of niet, sinds die nacht hadden ze nooit meer last gehad. Maar kon het natuurlijk ook komen, dacht Alice, omdat er op de andere eilanden helemaal geen wolven waren. Dus pakte ze nu haar peddel en stak die eerst het water in tot ze de bodem raakte. Het was echt hoogstens kniediep hier. Ze gooide haar benen over de rand, zette zich af en wipte uit de boot, die ze daarna naar het kiezelstrand trok. Nog zoiets wat ze geleerd had, dat je de boot zonder passagiers op het droge moest trekken. Toen ze een keer gewoon de boeg op het strand hadden laten glijden, zat er meteen een scheur in de bodem. Alice zat ze te kijken hoe Evelien het gat dichtnaaide met een reserve stukje oliedoek en dat daarna met kaarsvet extra goed dichtplakte. Netjes doe je dat, zei ze bewonderend. Evelien grijnsde en wapperde met haar naald. Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens blij zou zijn dat ik als kind moest leren borduren. En ook nu had Alice zitten toekijken hoe hij met gezellin de diepte testte en daarna soepel uit de boot sprong. Met frisse tegenzin bekende ze aan zichzelf dat ze de prinses eigenlijk wel bewonderde om haar aanpassingsvermogen en omdat ze zo snel van alles oppikte. Alice was nogal streng gebleven zolang ze Evelien leerde omgaan met de kajak. Voor een deel kwam dat doordat ze nog steeds een beetje jaloers was, maar aan de andere kant was het ook praktisch. Ze wist uit eerdere gesprekken met Wil en met Pauline dat Evelien, hoewel zeker dapper en flink, af en toe de neiging had om als een verwend kind te gaan zeuren als ze tegen zat. Misschien was het ook logisch als je opgroeide in een omgeving waarin altijd wel iemand klaar stond om je op de kleinste wenken te bedienen. Maar op deze trip waren er geen bedienden en dus ook geen verwende passagiers. Alice wist dat, zodra ze maar even toe zou geven en meeleven zou tonen met haar pijnlijke spieren, of het haar niet kwalijk nam als ze haar weer eens onderspetterde, het meisje zich dan maar al te gemakkelijk in die slachtofferrol zou schikken. Daarom was ze ook steeds snibbig, dankjewel, blijven zeggen, als ze weer iets fout deed. Zodat het meisje nog beter haar best zou doen, om te bewijzen dat ze in niets onderdeed voor haar grote, zelfverzekerde reisgenoten. En dat ze, prinses of geen prinses, heus haar mannetje wel stond. Doordat ze zo zat te mijmeren, was ze zelf bijna te laat met opstaan en uit de boot klimmen. Gehaast zwaaide ze haar benen overboord en hielp de boot het strand op te dragen. Ze wist dat ook zij, zodra ze maar een klein foutje maakte, kon rekenen op een opmerking. Ze lieten de kajak zakken en rekte zich eens lekker uit om hun verkrampte rug te ontspannen. Alice liep het strand op en keek om zich heen. Rechter was een dicht bos. Dus dit is het dan, zei ze. Eindelijk waren ze aangekomen aan de overkant van het grote meer. In de provincie van Hirnimatsu, een van de beruchte mysterieuze Hasanu natuurlijk. Er lag wat sneeuw, maar lang niet zoveel als in Rankoshi. Ze zaten hier natuurlijk ook veel lager en de streek werd ook nog eens door bergen afgeschermd van het winterweer, dat van over de zee sneeuw en ijskoude regens tegen de bergen achter hen goot. Diezelfde bergen beschutten dit deel van Nilnia juist. De wind was hier maar een briesje en lang zo koud niet. Overal om hen heen ruiste het door de naalden van de dennenbomen hoog boven hen. Het lijkt even goed uitgestorven hier, fluisterde Evelien. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niemand is. Nee, natuurlijk niet. Evelien voelde langzaam een steen op haar maag neerdalen op dit ogenschijnlijk zo verlaten strand. Ze hadden Shigeru en zijn adviseurs 1000 vragen gesteld over die Hasanu, maar uiteindelijk waren ze maar weinig wijzer geworden. Er waren mensen die dachten dat de Hasanu afstammelingen waren van een oud ras, halve apen, die hier in deze uithoek van het rijk van Nilnia overleefd hadden.
Andere en nog akeliger theorie beweerde dat de Hasanu niets meer of minder waren dan bosgeesten en dat die heer Nimatsu een rare kluizenaar was en een tovenaar, die die demonen met magische kunsten onder zijn heerschappij gebracht had. Verdere feiten die hun meegedeeld waren, leken elkaar alleen maar tegen te spreken. Zo zeiden sommigen dat de Hasanu verlegen lieden waren die niet graag met anderen in contact kwamen. Weer anderen vertelden verhalen over hun meedogenloosheid en woeste natuur. Er waren oude legenden die dat beeld leken te bevestigen. In elk geval deden er allerlei verhalen de ronde over hun bloeddorst en strijdlust. Ze zouden nooit een veldslag verloren hebben en zich nooit hebben laten overmeesteren door andere volkeren. Natuurlijk waren de meeste van die verhalen al eeuwen oud en niemand die zij gesproken hadden beweerde ooit een levende Hasanu ontmoet te hebben. Of zelfs maar iemand te kennen die dat kon navertellen. Op zijn best waren er een paar die zeiden dat ze iemand kenden die iemand kende die erin ontmoet had. Na weer zo'n lange en verwarrende voorlichtingsbijeenkomst had Shigeru al zijn raadsheren weggestuurd, voordat hij kalm zijn eigen redelijke en afgewogen mening over deze vreemde lieden formuleerde. Er doen vele verhalen de ronde over de Hasanu, vatte hij samen, en ongetwijfeld is veel daarvan alleen maar overdrijving en bijgeloof. Dit is wat ik denk dat de waarheid is, zonder van horen zeggen en giswerk in het serie. Men zegt dat het grote en sterke mensen zijn. Vroeger werd er beweerd dat ze over hun hele lijf bedekt waren met een dikke, rossige vacht. Dat zou waar kunnen zijn, ze leven tenslotte in een koud klimaat en misschien hebben hun lichamen zich door de eeuwen heen op die manier aangepast. Maar het belangrijkste, daar zijn alle legenden en verhalen het wel over eens, is dat ze nergens bang voor zijn in de strijd en trouw tot in de dood aan hun heer. En vandaag de dag is dat Nimatsu. Die laatste kwaliteiten, onverschrokkenheid en trouw, dat lijken mij positieve eigenschappen, in duidelijke tegenspraak met al die wilde verhalen over bloeddorst tegenover vreemden. Onvervaard en trouw, dat gaat mijn inziens niet goed samen met bloeddorst en woest. Heer Nimatsu zelf heeft op vele momenten bij allerlei gelegenheden getuigd van zijn trouw aan de keizer en aan mij persoonlijk. En dat, neem ik aan, zal in jullie onderhandelingen met de Hasanu het belangrijkste zijn. Dat ze trouw zijn aan Nimatsu en via hem dus ook aan mij, of in ieder geval aan het instituut keizer. Als je eenmaal aangekomen bent in een land, raad ik je aan rustig af te wachten. Wacht tot de Hasanu zelf contact leggen. Dat doen ze vanzelf wel, zeker als Nimatsu het hun vraagt. En zodra je weet dat jullie namens mij komen, zullen jullie zeker niets meer overkomen. Shigeru trok dus een zegelring van zijn vinger en gaf die aan Evelien. Neem deze ring maar mee. Wanneer Nimatsu die ziet, weet hij dat jullie van mij komen. En dat garandeert dat jullie veiligheid. Zodra jullie met hem in contact zijn gekomen, vertrouw ik heel op jullie welbespraaktheid, Evan Insan, om hem over te halen om ons te gaan helpen. Ik geef je natuurlijk ook nog wel een introductiebrief mee, maar mijn ervaring is dat wat je zegt en hoe je je gedraagt het belangrijkste is voor een boodschapper. Evelien had de ring aangenomen en aan haar wijsvinger gestoken. Ik wilde dat ik je meer kon vertellen en raad kon geven, ging Shigeru verder. Hij zuchtte diep. Maar succes of falen van jullie missie hangt grotendeels af van wat jullie er zelf van maken. En hij voegde er daar nog aan toe. En ik kan van mij geen waardige boodschappers voorstellen dan jullie twee. Daar zijn we dan, zei Alice, die daar naar het dichte bos staarde. Hoe vinden we nu die Hasanu? Daar zal ik me maar geen zorgen over maken, antwoordde Evelien. Die vinden ons wel. Ze haalden hun bagage uit de kajak en zetten hun tent op. Althans, dat deed Alice, terwijl Evelien wat stenen bij elkaar zocht om een vuurplaats te maken. Daarnaast sprokkelde ze een flinke stapel hout. Ze gebruikte haar Saksische mes, een paar jaar eerder ooit van halt gekregen, om een lange dode tak in handzamige stukken te hakken, toen ze ineens voelde dat er naar haar gekeken werd. Ergens in de schaduwen tussen die bomen zat iets of iemand die haar observeerde. Ze wist het 100% zeker. Even hield ze op met hakken om daarna rustig door te gaan. Ze bedwong zich om niet naar het donkere bos te staren. Even keek ze opzij of Alice misschien iets gemerkt had. Ze hoorde zien niet. Het meisje trok rustig de lijnen van de tent strak en voelde of ze stevig vastzat. Evelien raapte een bundel hout op en liep gewoon, alsof ze niets gemerkt had, terug naar de cirkel van stenen waar ze een vuur zou gaan maken. We worden bespioneerd, zei ze zachtjes. Alice bleef een seconde stokstijf staan en trok toen nog een laatste keer aan het touw.
Daarna klopte zij tevreden met haar handen af en begon Evelien te helpen met het vuur. Ze zocht eerst wat aanmaakhoutjes uit. Terwijl ze naast elkaar bij de stapel brandhout knielde, vroeg ze: "Heb je iemand gezien dan?" "Nee, het was meer een gevoel, maar ik weet zeker dat er iemand is." Eigenlijk verwachtte ze dat het andere meisje nu wel een gemene opmerking zou maken, maar Alice was de laatste om de waarde van instincten te onderschatten. "We gaan graag gewoon door met wat we aan het doen waren," zei ze alleen maar. "Laten we een pot thee zetten en doe gewoon." Maar intussen keek ze wel snel even naar de plek waar een zwart klaar lag, zag Evelien. Een paar minuten later zaten ze tegenover elkaar aan de hete thee. Alice zat zo dat ze het meer in de gaten kon houden. Evelien zat met haar gezicht naar het bos. Zij had gevoeld dat ze in de gaten gehouden werden, redeneerde Alice, dus zou zij ook sneller zien wie of wat het was. Terwijl ze slokjes thee nam, vlogen Evelien's ogen boven de rand van haar mok rusteloos heen en weer. Maar haar hoofd bewoog helemaal niet. Van een paar meter kon je niet zien dat ze zorgvuldig alle donkere schaduwplekken tussen de hoge dennenbomen in de gaten hield. Ze slaakte een tevreden zucht en zette haar mok op de grond. "Er bewoog daar iets," zei ze zonder haar stem te verheffen. Vanuit een ooghoek had ze iets zien wegduiken en het kostte haar enorme zelfbeheersing om haar hoofd niet met een ruk die kant op te draaien. "Kun je hem nog zien?" vroeg Alice, op dezelfde kalme toon. "Nee, hij is gaan liggen, of wacht even, daar gaat hij weer. Ik zie geen details, alleen een beweging in die varens daar. Wat het ook is, het komt steeds dichterbij bij de rand van het bos." Gespannen bleef ze wachten, maar Evelien zag niets meer. "Ik denk dat hij weg is," zei ze na een tijdje. Alice haalde haar schouders op, of hij ligt gewoon stil te kijken. "In elk geval kunnen we niet de hele avond zo blijven zitten. Wat zullen we doen?" Evelien stond op. Zonder onverhoedse bewegingen te maken, liep ze rustig naar haar bagage. Ze rommelde er wat in, tot ze vond wat ze zocht. Iets uit de voorraad wat de wolven gemist hadden, toen ze een paar dagen ervoor het kamp overhoop haalden. Een rolletje papier met wat stukken gedroogd en gesuikerd fruit erin. Appel en abrikoos. De kikori waren dol op die lekkernij en ook Evelien was eraan verslaafd geraakt. Er waren nog ongeveer 10 stukken over. Ze hoopte dat dat genoeg zou zijn. Ze liep terug naar waar Alice nieuwsgierig naar haar zat te kijken. "Ik heb een idee," zei ze. "Misschien dat onze onzichtbare vriend, die zich daar eerder laat zien, als ze niet meer met z'n tweeën zijn." Ze zag dat Alice al begon te protesteren en stak haar hand op. "Nee, wacht nou even. Ik stel alleen maar voor dat jij in de boot gaat zitten, dan een eind het meer opvaart. Dan ga ik daar zitten, iets dichter bij de bomen. En zien of we de Hasanu dan wel kennis willen maken." Ze hield haar pakketje omhoog. "En dit gebruik ik om het ijs te breken." Alice zei fronsend: "Daar is iedereen het in elk geval over eens. Het zijn hier allemaal zoete kouwen." "En dus komt dit precies van pas. Wat denk je? Als jij terugtrekt, je terugtrekt, maar zodat iedereen je kan blijven zien en ik dichtbij kom, dan kunnen ze toch niet anders opvatten dan dat we contact willen, of niet? Je hebt de beste kans dat onze vriend zich dan durft te laten zien." "En je hebt ook kans dat hij je dan durft op te eten," zei Alice. Evelien knikte. Ze was best zenuwachtig. "Ja, aan die mogelijkheid heb ik ook gedacht. Maar ik denk dat we niet anders kunnen dan een gokje wagen. We moeten even doorduwen. Anders kunnen we zo nog dagenlang blijven hannassen." "En bovendien," voegde ze eraan toe, "als ze ons op willen eten, dan houd jij ze ook niet tegen, of je nu hier zit of op het water." "Nou, hartelijk bedankt maar weer voor dat diepe vertrouwen in mijn capaciteiten als lijfwacht," reageerde Alice. "Er is nog iets anders. Je moet je ook in mij verplaatsen. Stel dat ik straks terug moet naar Araluen en dat je vader moet vertellen dat ik in mijn bootje heb zitten toekijken hoe een Hasanu jou op zat te peuzelen. Dat zal mijn verdere carrière in de dienst niet bijzonder helpen." Ondanks alles moest Evelien lachen. Ze voelde gewoon dat ze uiteindelijk hele dikke vriendinnen zouden worden, zij en Alice. "Ja, jouw carrière, die vinden we allemaal even belangrijk. Dat zal ik onthouden. En nou hup." Alice stond op, pakte haar sabel, een waterzak en wat repen gerookt konijnenvlees van het beestje dat Evelien een dag eerder met haar slinger had weten te raken. Daarna liep ze naar de kajak met Evelien in haar kielzog. Ze legde een van de paddels op het strand, die had ze toch niet nodig, en trok de boot in het water. Zodra het ding begon te drijven, gleed ze erin en peddelde met een paar slagen het meer op. Daarna keek ze om naar waar Evelien aan de waterkant was achtergebleven. "Pas je wel op," riep ze. Evelien zwaaide. "Natuurlijk pas ik goed op." Ze liep het strandje op
tot bij een omgevallen boom aan de bosrand waar ze op kon gaan zitten, wachten op wat komen zou. Ze bakte het papiertje met snoep en legde een paar stukken naast haar op de stam. Eén stak ze in haar mond. Ze voelde het water in haar mond lopen en genoot van de frissure smaak. Ze zuchtte overdreven om te laten zien hoe lekker het fruit was. Daarna smakte ze nog een paar keer luid. Het was overduidelijk dat ze het snoepgoed heerlijk vond. En ze wachtte. Het leek een eeuwigheid, maar in feite duurde het niet meer dan 2 of 3 minuten voordat haar gespitste oren een geluidje opvingen. Een geritsel achter haar in de varens. Zo gespannen als een vioolsnaar probeerde ze te luisteren. Weer geritsel. Of was het alleen de wind die wat dode bladeren opblies? Ze keek naar rechts, naar de varens. Die bewogen niet. De wind was er dus niet geweest. Daar, weer. Langzaam kwam haar de haartjes in haar nek recht overeind. Ze voelde het kippenvel over haar onderarmen kruipen. Er was daar iets. Achter haar kroop iets steeds dichterbij. Alle zenuwen in haar lijf krijsten dat ze om moest staan en omkijken. Het was vreselijk te weten, nee, te voelen, dat er iets ergens achter haar aan kwam lopen. En toch net te doen alsof er niets aan de hand was. Maar hoe wist ze het niet, ze hield dapper vol. Ze slikte een groot stuk fruit door, ondanks haar ineens erg droge keel. Mmm, zei ze genietend. Dat was lekker. En ze stak nog een stuk in haar mond. Weer liet ze horen hoe heerlijk het snoepgoed vond en schoof toen ineens, als bij ingeving, een van de overgebleven stukken 1,5 meter opzij. Voor jou, zei ze zonder om te kijken. En herhaalde dat nog eens, ietsje luider. Deze is voor jou. Nu wist ze zeker dat er iets of iemand achter haar stond. Hartstikke zeker. Iets groots ook, op nauwelijks 2 meter afstand. Ze wist niet hoe ze wist dat het iets groots was. Ze had geen zware voetstap gehoord. Nooit meer dan wat geritsel van bladeren en krakende takjes. Maar er stond iets enorms achter haar. Het was alsof haar zintuigen de energie die wat het ook was uitstraalde konden voelen. Ze besefte dat ze haar adem inhield. Haar hart bonste in haar keel. Zo hard dat ze zeker wist dat wat er ook achter haar stond, het kon horen. En toen begon ze te zingen. Een van de vogelliedjes die ze kennen van Wil, als ze zichzelf op de mandola begeleidde. O Annelie, kijk Annelie eens dansen. Een zonnestraal valt op haar neer. Annelie danst, o wanneer, zag ik mijn Annelie de eerste keer? Haar stem trilde van de zenuwen. Af en toe sloeg haar stem over, terwijl ze de melodie zo goed mogelijk probeerde te reproduceren. Het klinkt vast zeker of ik doodsbang ben, dacht ze. Of die, of het ding, dat achter me staat, denkt gewoon dat ik niet kan zingen. Ze wilde al ademhalen voor het volgende couplet, maar daar kwam het niet meer van. Uit een ooghoek zag ze iets bewegen. Een grote hand, met lange klauwnagels en overal lange, kastanjekleurig haar, graaide naast haar een gedroogde en gesuikerde abrikoos van de boomstam. Hoofdstuk 41. De Kikori, die geselecteerd waren voor de Hiyaku die Arisaka's voorpost zou overvallen, presenteerden zich op het exercitieveld. In 3 brede rijen achter elkaar opgesteld zagen ze indrukwekkend uit. Het vale zonlicht weerkaatste in de glimmende punten van hun werpsperen en de ijzeren strips op schilden en helmen. Ze stonden kaarsrecht voor Wil, Arnoud, Halt en Sleten opgesteld. Arnoud en Sleten zouden elke groep van 50 man aanvoeren. Een Goju noemden ze die. Halt en Wil vormden de generale staf, waarbij Halt het feitelijk opperbevel had overgedragen aan de jongere grijze jager. Het zijn jouw manschappen, zei hij. Je hebt ze laten trainen en de soldaten verdienen geleid te worden door een bevelhebber die ze kennen en vertrouwen. Wil knikte, maar was wel nerveus. Natuurlijk had Halt een punt, maar hij was toch blij met zijn oude en wijze collega jager dat hij in de buurt bleef, mocht hij hem iets willen vragen. Hij keek naar Arnoud, die stond te wachten op een bevel en knikte. De jonge ridder haalde diep adem en gromde een bevel. Hiyaku! De mannen hadden tot dan op de plaats rust gehouden, hun voeten 1,5 meter uit elkaar en de speren in hun uitgestoken rechterhand op de grond. Zodra ze het bevel hoorden, sprongen ze in de houding en kwamen de speren allemaal tegelijk omhoog tot ze recht in de lucht staken. Open slagorde, riep Arnoud. De voorste rij zette 2 stappen naar voren en de achterste 2 naar achteren. Tussen de rijen mannen gaapten nu een ruimte van ongeveer 2 meter, zodat de commandanten de manschappen konden inspecteren. Dat waren dus Soleten en Arnoud. Ze liepen snel langs de mannen van hun eigen goju, gecontroleerde uitrusting, stelden vast dat elk soldaat zijn 3 werpsperen aan zijn riem had hangen,
dat de riemen van de schilden netjes vastzaten en niet versleten waren, dat de punten stevig vastzaten op de speren en glommen omdat ze pas waren bijgeslepen. Het ziet er allemaal heel goed uit, mompelde Halt. Wernhout en Sleten hadden ongeveer de helft van hun soldaten geïnspecteerd en ze hadden geen van twee ergens hoeven te stoppen om iemand te berispen omdat Ritson brak of niet deugde. De troepen hadden zich perfect voorbereid. Bij één man zette Arnoud de helm wat rechter en trok hij de kinriem aan. Dat was alles. De Kikori hadden zich niet laten kennen. Leo was best trots op hen. Nog maar heel kort geleden waren het gewone houthakkers. En nu waren zij soldaten, trots op zichzelf en op hun eenheid. De troepen zijn geïnspecteerd en klaar voor de strijd bevonden, rapporteerde Arnoud. Leo knikte tevreden. Op de plaats rusten we weer, Arnoud, zei hij. De grote ridder gaf de bevelen. De achterste en de voorste rijen sloten weer aan bij de middelste. 100 paar voeten kwamen met een klap een eindje uit elkaar neer op de grond, net als 100 speren. Alles precies tegelijk. Wil ging voor de troepen staan, zodat ze hem beter zouden verstaan. Hij keek naar de gezichten onder de helmen. Vastberaden en ernstig stonden zijn mannen daar. Heel wat ogen verrieden een zekere opwinding, zag hij. Gelukkig geen spoor van angst of twijfels. Koyukuma, Koyutaka, zei hij, zodat hij ieders aandacht had. Ze hadden een Goju naar hun respectieve commandanten genoemd. Koyukuma naar Kurokuma, het berenpeloton, en Koyutaka naar de bijnaam die Sleten inmiddels gekregen had. Taka betekende havik. Naar wie veronderstelde, vanwege Sleten nogal forse neus, die inderdaad wel wat had van de snavel van een roofvogel. Morgen moeten jullie alles wat jullie geleerd en geoefend hebben voor de eerste keer echt in praktijk brengen, ging Wil verder. Morgen is de dag waarop jullie de verrader Arisaka namens jullie keizer een zware slag te zullen toebrengen. Er klonk een boos gegrom uit de rijen toen ze de namen van de gehate Senshi-rebel hoorden noemen. Vergeet niet wat jullie geoefend hebben. Denk aan wat je geleerd hebt. Als jullie dat onthouden, zul je de keizer zijn eerste grote overwinning bezorgen. Kijk goed om je heen. Kijk naar de mensen achter je en naast je. Prent je hun gezichten in. Hij wachtte even, terwijl 100 hoofden heen en weer draaiden, ogen contact zochten met andere ogen en hoofden knikten. Dus weer tot rust waren gekomen, sprak Wil verder. Die mannen zijn jullie kameraden, jullie broeders in de strijd. De mannen die jullie vertrouwen. De mannen van wie je weet dat ze naast je zullen blijven staan, door dik en dun. De mannen die ook op jou moeten kunnen rekenen, zoals jij op hen. Toon je hun vertrouwen waardig. Weer klonk er een krijgslustige grom uit 100 kelen. Hij vond dat hij genoeg gepreekt had. Hij had zin nog tijd voor mooie praatjes, zoals sommige bevelhebbers vlak voor de veldslag. Meestal waren die alleen maar bedoeld om het ego van de bevelhebbers zelf op te poetsen. Er was nog één laatste ding waaraan hij hun wilde herinneren. Kikori, soldaten, riep hij. Hoe trekken wij ten strijde? Het antwoord kwam als één brul uit de kelen van de soldaten voor hem. Isho ni, klonk het. Samen. En hoe vechten wij? Vroeg hij, met stemverheffing. En nu weer galmde een antwoord door de kloof. Isho ni. Hoe ook weer, herhaalde hij, nog harder schreeuwend. Het gebrul klonk nog weer harder. Isho ni. In een opwinding trok hij zijn eigen Saksische mes en zwaaide het hoog boven zijn hoofd heen en weer. De twee Goju imiteerden hem met hun glimmende werpsperen, die zij hoog de lucht instaken, daarna met een daverende klap allemaal tegelijk weer op de bevroren grond lieten neerkomen. Achter hem klonk nu een zware stem, die tot in de verste hoeken van het veld gehoord werd. Shoko. Meteen antwoordden de 100 mannen met dezelfde kreet, die ze herhaalden als ware het een krijgslied. Shoko, Shoko, Shoko. Geschrokken draaide Wil zich om en zag dat, terwijl hij de mannen stond toe te spreken, ook Shigeru was gearriveerd. De keizer droeg een volledige wapenrusting, maar geen helm. Zijn twee katana's staken door zijn riem, het lange gevest naar voren, als de gekruiste horens van een vervaarlijk dier. Shigeru zong met de mannen mee, legde zijn hand op de schouders van Wil. Shoko, 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 brulde de manschappen. En Wil besefte tot zijn schrik dat de kreet op hem sloeg. Ze gingen door tot Shigeru zijn hand opstak en het ritmisch gebrul langzaam wegebde. Wil dook onder de hand van de keizer vandaan en deed bescheiden een paar stappen terug. Hij voelde dat de keizer persoonlijk zijn troepen wilde toespreken. Arnoud grijnsde van oor tot oor toen hij naast hem kwam staan. Wat betekent dat nou weer, dat Shoko, fluisterde Wil tegen hem. Arnouds grijns werd zo mogelijk nog breder. Dat ben jij. Ze noemen de mannen jou. En hij voegde eraan toe. Het is vast zo'n term die enorm veel respect uitdrukt. Achter hem stond Halt te knikken.
Ja, heel veel respect, zei hij. Er zweefde een glimlach om zijn lippen en Will besefte dat hij zo snel mogelijk te weten moest zien te komen wat dat Choco betekende. Maar Shigeru begon te spreken en dat leidde hem meteen af. Kikori, het is mij een grote eer dat jullie hier staan als mijn soldaten. Ik ben trots op jullie inzet, op jullie moed en jullie trouw. De keizer is jullie dankbaar, uit de grond van zijn hart. Het bleef doodstil op het oefenterrein. De Kikori waren eenvoudige lieden, houthakkers, houtzagers en timmerlieden, voor wie deze keizer tot heel kort geleden niet meer was geweest dan een vaag begrip uit een andere wereld en een ander leven. Ver boven hen verheven, ook al woonden zij nog zo hoog in de bergen. En daar stond die keizer nu zomaar midden tussen hen in, richtte uiterst respectvol het woord tot hen, zijn onderdanen. Zijn woorden waren simpel en eenvoudig, maar het was overduidelijk dat hij elk woord meende en de Kikori voelde hun borst opzwellen van trots. Het charisma van de keizer was zo groot dat ze ter plekke voor hem hadden willen sterven. Shigeru leek dat aan te voelen en sprak verder. Soldaten, ik weet dat jullie voor mij je leven in de waagschaal gaan stellen. Er klonk onmiddellijk weer een enthousiast gebrul, maar de keizer maande met een gebaar hen tot stilte. Maar dat is niet wat ik wil. Het geschreeuw hield op en de mannen keken hem niet begrijpend aan. Ik heb veel liever dat jullie voor mij leven, riep de keizer. Het gebrul klonk nu nog harder. Toen het wegstierf, ging Shigeru verder. Choco heeft jullie een nieuwe manier van vechten, van oorlog voeren bijgebracht. Hij heeft jullie de code van Ishoni geleerd. Als jullie je aan die erecode houden, dan zijn jullie onoverwinnelijk. Hij wachtte even. En ik zal erbij zijn. Ik zal er getuige van zijn. Ik trek met jullie mee ten strijde. De kreten klokken nu oorverdovend hard. Shigeru liep naar zijn manschappen en ze holden van alle kanten naar hem toe, de slagorde compleet vergetend. Ze juichten, bogen als een knipmes, probeerden hem overal aan te raken. Wat? Zei Will geschrokken. Hoe komt hij daar nu weer bij? Hij wilde onder de keizer toelopen om hem uit het gedrang weg te trekken. Maar een sterke hand greep hem bij zijn onderarm en hield hem tegen. Hij draaide zich om en keek recht in het gezicht van Halt. Zijn oude leraar schudde zijn grijze hoofd. Hij heeft helemaal gelijk, Will. Hij hoort erbij. Hij moet bij zijn mannen zijn. Maar stel je voor dat de aanval mislukt, of we verslagen worden, dan wordt hij gevangen genomen. Halt knikte. Ja, maar hij legt zijn leven en welzijn in de handen van deze mannen hier. Hij gelooft in hen. Jij niet soms? Ja, natuurlijk geloof ik in hen, maar als hij erbij is... Als hij erbij is, zullen ze nog harder vechten, al was het maar om hem te beschermen. Hij weet dat zijn theorie in staat moeten zijn een sensie te verslaan. Ik weet het. Shigeru weet het ook. De enige die het niet zeker weten, die nog ergens een beetje twijfelen, dat zijn de Kikori zelf. Niet hier en nu. Maar straks, als het puntje bij paaltje komt, dan staan ze tegenover een vijand die ze nooit eerder zelfs maar een strobeet breed in de weg durfde te leggen. Het grootste gevaar dat we lopen is dat ze hun zelfvertrouwen verliezen als ze ineens tegenover de ridders staan. De ridders van wie hun altijd geleerd is dat ze hun meerdere zijn. Dan is het afgelopen met hen. Ze zullen nog wel vechten, en dapper ook, maar ze zullen dapper sterven, want ze geloven niet meer in hun recht op de overwinning. Maar, begon Will, maar Arnold onderbrak hem. Halt heeft gelijk, Will, zei hij. Als ze weten dat Shigeru erbij is en dat hij hen vertrouwt, dan hebben ze ook vertrouwen in zichzelf en in wat ze kunnen. Maar ik kan wel gewond raken of erger. Nee, antwoordde Arnold. Dat zullen die mannen nooit toestaan. Hij weet dat hij erbij moet zijn. Shigeru is een groot man, merkte ze leed in op, het soort man dat je trots wil dienen. En dat vinden zij ook, zei Halt. Wees aan de plek waar ze Shigeru's kale hoofd nog net konden zien, te midden van een hossende menigte helmen en speren. Die trots hebben ze hard nodig om te kunnen winnen. Hij wachtte even en keek met een half toegeknepen ogen naar wat zich op het veld afspeelde. We winnen zullen ze, zei hij ferm. Hij zag dat Will nog twijfelde. Opgewekt gaf hij hem een harde klap op de schouder. Kom op, man. Probeer wat meer vertrouwen te hebben en uit te stralen in je eigen manschappen, Will. Minstens zoveel als de keizer. En ik kan het hele cirkels op geen enkele manier tegenhouden, vroeg Will radeloos. Nu was het Arno's beurt om hem een bemoedigend schouderklopje te geven. Ja hoor, je hoeft alleen maar een nette manier te vinden om een keizer te zeggen dat jij niet wilt dat hij doet wat hij besloten heeft wel te gaan doen. Maar dat moet voor op wel zo'n doortrapte slimme vos als jij toch een enkel probleem zijn om dat te doen. Zijn drie vrienden stonden hem allemaal toe te reinzen. Al knikte naar de ingang van het geheime pad. Kom op, we moeten gaan. Morgen vroeg moeten we veldslag winnen.
Hoofdstuk 42. De haren van Evelien gingen letterlijk overeind staan. Ze kon zich maar net bedwingen, anders was ze overeind gesprongen om zich weer te stellen tegen het onbekende wezen achter haar. Al was het natuurlijk best dat het een Hassan nu moest zijn. Zodra ze die hand zag, was ze opgehouden met haar liedje. Maar ze dwong zich nu om met wankele stem verder te zingen, zacht voor zich uit. Ze walste daar rond en rond, met kleine pasjes in de avondzon. Ze wist zeker dat het kauwgeluiden waren die ze vlak achter zich hoorden. Dus nam ze ook een stuk snoepfruit en stak het in haar mond. En legde even later, alsof ze er pas net aan dacht, een nieuw stuk een eind verder op de boomstam. Die is voor jou, zei ze, en neuriede het melodietje verder. Na een paar tellen verscheen de hand weer in haar ooghoek en greep het fruit. Toen Evelien haar eigen stuk snoepfruit op had, maakte ze weer smakgeluiden. Lekker. Klonk het vlak achter haar en er werd flink bij gesmakt. Ze haalde diep adem, nam nog een stukje en schoof het weer over de boom. Voor jou. Opnieuw kwam de hand naar voren, maar deze keer niet in een snelle beweging zoals de eerste keren. Nu pakte de hand rustig het fruit, bleef het even liggen zelfs. En toen hoorde ze de stem, hees en niet erg gearticuleerd. Eén woord. Ritako. Al Ritako, dat wist ze, was Nionja voor dankjewel. Ze probeerde zich te herinneren wat je dan ook alweer terug moest zeggen. Maar daar kwam ze even niet op, dus zei ze maar, graag gedaan. Er was nog één stuk abrikoos over. Ze wachtte tot ze achter zich geen gesmak en gekauw meer hoorde en schoof het stuk abrikoos opzij. De stem reageerde meteen met ie, ie. Dat betekende zoveel als nee, nee, dank je. Zo weigerde je iets beleefd. De hand kwam weer naar voren, pakte het fruit en legde het terug, vlak naast haar. Evelien moest glimlachen. Er leek weinig gevaar meer te bestaan dat ze alsnog door een monster een stuk gereten zou worden. Ze pakte zo nonchalant mogelijk haar saksische mes. Meteen klonk er van achter haar gealarmeerd geritsel, maar daar trok ze zich niet van aan. Ze haalde alleen zijn laatste woorden, ie, ie. Misschien niet helemaal de juiste reactie, maar hij zou het wel begrijpen, dacht ze. Ze zei dus ook maar op geruststellende toon. De Hassanu was blijven staan. Een paar meter verderop, dacht ze. Met het mes sneed ze een stuk abrikoos doormidden. Daarna stak ze het grote mes weer weg, nam de ene helft en duwde het andere van zich af. Ze hoorde hoe hij weer dichterbij kwam, bijzonder moeite te doen om geen geluid te maken. En daar was de hand weer, en hij greep het fruit en verdween uit haar gezichtsveld. Ik denk dat het nu tijd wordt dat we elkaar eens aankijken, zei ze vriendelijk. Zonder wilde bewegingen te maken, stond ze op van de boomstam. Even wachtte ze nog, trok een glimlach op haar lippen en besloot dat hij daar zou blijven, wat ze zo meteen ook zou zien. En toen draaide ze zich langzaam om. De gestalte die daar achter haar boomstam op de grond gehurkt zat, was groot. Hij had lang rossig haar tot op zijn schouders en ook een lange, slordige rode baard. Het enorme lichaam leek bedekt te zijn met een dikke vacht van dezelfde kleur. Een gezicht zag ze eigenlijk niet goed, onder al het haar. Ze bleef dapper glimlachen. Het voelde een beetje als een bevroren grimas. Ze besloot een hoffelijke buiging te maken, met haar armen uitgespreid, haar hoofd gebogen. De Hassanu ging staan. Ze keek omhoog, nog steeds met die bevroren glimlach, en schrok. Hij was minstens 2,5 meter lang. En nu pas zag ze dat datgene waarvan ze eerst had gedacht dat het een vacht was, niet meer dan een soort lange manden van bont of een pluizig soort wol, dat kon ze niet zo snel zien. Het wezen maakte een onhandige buiging. Evelien keek naar de grond. En toen gingen ze allebei gewoon rechtop staan. Ze zag nu ook zijn gezicht. Dat was breed, met flinke jukbeenderen en een grote platte neus. De ogen waren klein en stonden ver uit elkaar, onder zware borstels of wenkbrauwen. Maar uit die ogen straalde zonder enige twijfel nieuwsgierigheid en intelligentie. En toen glimlachte hij, met een groot en regelmatig gebit. Een beetje geel, met een vlekje hier en daar, maar verder normale mensentanden. Geen sprake van lange slagtanden in de hoeken. Evelien raakte met haar rechterhand de borst aan. Evelien, zei ze, zorgvuldig alle lettergrepen uitsprekend. Evelien. Hij fronste. Blijkbaar vond hij het maar een rare naam, maar hij probeerde het toch. Evelien. Goed zo. Ze glimlachte hem bemoedigend toe en hij glimlachte terug. Daarna wees ze met haar arm naar het water, waar Alice nog steeds in de kajak lag te dobberen. Dat is Alice, zei ze. Mijn vriendin, Alice.
Weer die rimpel in zijn voorhoofd waar hij haalde. Ayas. Redelijk in de buurt, hij zei tegen zichzelf. Daarna weer voorzichtig. Alice, Evelien, wij vrienden. Ze onderstreepte die woorden met gebaren. Ze wees eerst naar zichzelf, dan naar Alice en ze sloeg toen haar armen om haar schouders alsof ze zichzelf omhelsde. Even moest de reus nadenken. Toen klaarde zijn gezicht op en hij haalde de omarming. Vrienden, hi. Hi betekende ja, dat wist ze. Ze wees naar hem, dan naar zichzelf. Jij, Evelien, vrienden, hi. En ze herhaalde nog eens de omhelzing. Hoopte echter meteen dat hij het gebaar niet letterlijk zou nemen. Ze wist niet of haar ribben het zouden houden als een 2,5 meter lange reus haar in zijn armen zou knellen. Gelukkig leek hij te begrepen dat ze in symbolentaal spraken. Hij wees naar zichzelf. Kona, zei hij. Evelien trok een overdreven vragend gezicht en herhaalde, terwijl ze naar hem wees, jij, Kona. De reus knikte en lachte weer. Hi, Kona. Daarna wees hij eerst naar haar, dan naar zichzelf. Evan in, Kona. Vrienden, zei Evelien, en wees ook naar hen beiden. Deze keer was het geen vraag, maar een duidelijke vaststelling. De reus knikte enthousiast. Hi, vrienden. De hemel zijn geloof te geprezen, zuchtte ze tegen zichzelf. Hij keek haar met een scheef hoofd aan, ongetwijfeld zich afvragend wat ze nu weer gezegd had. Maar ze wuifde haar laatste opmerking weg. Vergeet dat maar, zei ze. En ze nam zich voor geen grappige opmerking meer te maken. Die koning zag er misschien uit als een grote wollige aap, maar hij was niet onnozel, dat had ze allang gemerkt. Ze wees naar een klein kampement en wenkte hem haar te volgen. Kom, ze greep zijn enorme hand. Een beetje verlegen liet hij dat toe en hij moest vreselijk lachen toen hij het verschil zag tussen haar kleine witte hand en zijn enorme kolenschoppen. Ze trok hem mee naar de waterkant waar ze hem losliet en naar Alice zwaaide in haar bootje op het meer. Het grote meisje zwaaide terug. Alles kids, riep ze uit de verte. Evelien kon er nu om lachen. Nee, hij heeft me aan stukken getrokken. Natuurlijk is alles oké. Kom maar aan land. Alice stak haar paddel in het water en Evelien draaide zich om naar Kona. Alice komt hierheen. Alice, Kona, vrienden. Ayas, Kona, vrienden, herhaalde de reus. Maar hij klonk een beetje terughoudend. Eerst zien, dan vrienden. Dat wezen in de boot had geen abrikoos met hem gedeeld. Gelukkig wist Alice zijn twijfel snel weg te nemen, zo normaal en vriendelijk als ze met hem kennis maakte. Ze nodigde hem uit de kajak te bestuderen en dat deed hij met grote interesse. De Asanu hadden ook wel boten, maar in vergelijking met de smalle, snelle kajak waren dat lompe punters die ze voortduwden met lange palen. Vooral de paddel vond Kona interessant. Het idee dat je een breed, plat blad zou kunnen gebruiken was nog nooit bij hem opgekomen, zo bleek later. Na de inspectie van de boot bestudeerde hij de rest van hun uitrusting. De tent vond hij ook prachtig. Net als de kajak was dit ontwerp veel moderner dan wat ze zelf gebruikten. De rugzakken waren gekeurd en gewogen en toen werd zijn nieuwsgierigheid gewekt door twee sabels in hun scheden. Katana? Vroeg hij, wijzend van de zwaarden naar de meisjes. Het was duidelijk dat zijn vraag was, zijn die van jullie? Alice knikte bevestigend. Ja, dit zijn van ons. Dat verraste hem zo te zien. Blijkbaar droegen de vrouwen van de Hasanu geen wapens, althans geen sabels. Het vuur werd opgestookt en Evelien zette water op voor thee. Ze gaven een mok aan Kona en deelden samen de andere. De mok verdween bijna in de grote behaarde handen. Het was duidelijk dat de Hasanu inderdaad overal zwaar behaard waren. Al was dat lang niet zo erg als de verhalen hadden voorspeld. Ze wachtten tot Kona zijn thee op had en boden hem wat gerookt konijn aan. Ook daarvan was hij onder de indruk. Hij maakte luide smakgeluiden. Daarna besloten ze dat het tijd was om duidelijk te maken waarom ze naar dit deel van het land gevaren waren. Evelien deed het woord. Ze had immers ook als eerste zijn vertrouwen gewonnen. Kona, zei ze, vragend om zijn aandacht. Toen hij haar vragend aankeek, wees zij alle drie aanwezigen om de beurt aan. Alice, Evelien, Kona, vrienden, hi. Hi, ze knikte. Daarna zei ze, Alice, Evelien, niemand Susan. Ze wachtte even en zag dat die naam hem wel wat zei. Hij keek ineens respectvol. Ze herhaalde, Alice, Evelien, niemand Susan, vrienden, vrienden. Niet overdrijven, waarschuwde Alice een beetje plagerig. Ze hadden die Niwatsu immers nog nooit ontmoet. Maar we worden vast vrienden, zei Evelien zelfverzekerd.
hou je er buiten. Alice, Evelien, Nimatsu-san, vrienden. Allemaal vrienden. Kona keek hem verbaasd aan. Hij wees naar de twee meisjes en vroeg, vrienden Nimatsu-san? Hai, antwoordde Evelien. Hai, beaamde Alice. Kona was, zo zagen ze dankbaar, nog onder de indruk. Wil je ons naar Nimatsu-san brengen? Vroeg Evelien met veel gewijs en armgezwaai. Kona was slim. Een van een, Ayas Nimatsu-san ikimas? Ikimas betekent gaan, zei Alice zachtjes. Evelien voelde trots op Welle. Hai, zei ze. Evelien, Alice, Kona, ikimas Nimatsu-san. Je moet het werkwoord aan het eind van een zin plaatsen, dat doen ze altijd, fluisterde Alice. Maar Evelien wuifde haar kritiek weg. Wat doet het ertoe, als hij me maar begrijpt? Kona moest blijkbaar even over hun verzoek nadenken. Hij zat een beetje zichzelf te knikken en te hummen, maar toen leek hij een besluit te nemen. Hai, zei hij vastbesloten. Nimatsu-san ikimas. En meteen stond hij op en holde met enorme stappen naar de rand van het bos. Daar bleef hij staan en keek even naar de twee meisjes. Die zaten hem nog na te kijken, verrast dat hij zich zo snel had laten ompraten. Wanneer stak hij zijn hand naar hen toe met de rug en met de vingers naar beneden. Hij maakte een gebaar alsof hij hen weg wilde hebben. Ikimashou, riep hij. Een vriend was al opgestaan, maar bleef halverwege hangen. Wat bedoelde hij? Wat doet hij nu? Hij gebaarde dat we weg moeten gaan. Ik dacht dat hij ons zou brengen, maar Alice herkende het gebaar. Ze had het een paar keer gezien bij de Kikori. Nee, zo wenken de mensen in Nihonja juist dat je mee moet komen, zei ze. Ikimashou betekent laten we maar gaan. Nou, waar wachten we dan op? Antwoordde Evelien opgewekt. Laten we dan maar snel gaan ikimashouwen. Alice bleef de kritische onderwijzeres. Je mag niet zeggen laten we gaan ikimashouwen. Dat laten we zit al in de werkwoordsvorm. Duh, reageerde Alice. Ze was nogal tevreden over zichzelf. Alice was misschien de taalkundige hier, maar Evelien was erin geslaagd een heldere communicatie te beginnen met deze enorme Husanu. Komt er nog wat van, Juffie? Riep ze over haar schouder, terwijl ze snel achter Kona aanliep.